Mijn e-bike doet het niet, de motor doet het niet en ook op het display kan ik niet zien hoe snel ik rijd. Weet je wel, normaal standaard daar die nummertjes die de snelheid aangeven, maar die ontbreken. Wat is er aan de hand en hoe verhelp ik dit probleem? Nou, dit probleem kan je in vele gevallen zelf verhelpen. Waar wij het eerst aan denken is dat je fiets slecht contact maakt met je accu. Waarschijnlijk zit je accu niet goed in je fiets. Haal hem er even uit, steek hem er even opnieuw in en kijk wat hij doet. Wat er ook aan de hand kan zijn is dat je accu in slaapstand staat. Op de accu zelf zit er een knopje. Met een knopje kan je je accu weer uit de slaapstand halen. Wat je ook kan doen is je accu even aan de lader hangen. Maar wat natuurlijk ook het geval kan zijn is dat je accu leeg is. Leg je accu nooit bijna leeg of leeg weg, want dan kan de accu een diepteontlading krijgen en dan is je accu officieel kapot. Heb je een afneembare display? Het kan natuurlijk ook aan de contactpunten van je display liggen. Als deze contacten geen goed contact maken, dan geeft hij dezelfde storing aan namelijk. Het beste wat je kan doen is even je display een beetje heen en weer schuiven, zodat de contactpuntjes over elkaar heen schuiven en vervolgens zou hij waarschijnlijk weer gewoon goed contact moeten maken. Je kan natuurlijk ook even je display eraf halen en de contactpuntjes een beetje schoonmaken en vervolgens hem er weer terug opsteken. Waarschijnlijk is het probleem nu geheel verholpen. Wat je ook nog kan doen is wat contactspray op de contactpunten aanbrengen. In de meeste gevallen zou je fiets het weer gewoon goed moeten doen nu. Mocht dit niet het geval zijn, dan moet je even contact opnemen. Succes en tot binnenkort!